Welkom bij Spellenzonde, leuk dat jullie weer kijken. En dit keer wil ik met jullie een blik werpen op Clank, uitgegeven door Renegade Game Studios. Het is een spel voor 2 tot 4 spelers waar je ongeveer 30 tot 60 minuutjes mee zoet bent. En in dit spel spelen wij tegen elkaar en gaan wij aan de ene kant deck beelden en aan de andere kant gaan wij een dungeon ontdekken op zoek naar rijkdommen, schatten en andere pracht en praal. Degene die uiteindelijk met de meeste punten uit de dungeon weet te komen, wordt de winnaar van Clank. Dus laten we maar eens gaan kijken wat er in deze box zit. Het spel is bedacht door Paul Dennen en wij krijgen de spelregels in het Engels, helder opgeschreven, overzichtelijk, veel voorbeelden. De regels zijn niet al te complex, de stappen staan duidelijk uitgelegd met nog wat reference op de achterkant. Het speelbord zelf dubbelzijdig met daarin aan de ene kant het kasteel en daaronder de depths waarin wij de artefacten gaan bijhouden. En verder staat hier nog een gedeelte waar we de levenspunten van onze karakters bijhouden en een spoor voor de draak. Verder krijgen wij het geld, de speelstukken voor elke speler in zijn of haar kleur, de draak, diverse fiches, deze bag waar de clank in gaat. En clank is Engels voor eigenlijk een hard geluid, een knal. En wij krijgen de verschillende kaarten waarmee we gaan spelen, waar onze decks mee gaan bouwen. De beginner decks die voor iedereen hetzelfde zijn, de standaard marktkaarten die altijd beschikbaar zijn en de resterende marktkaarten waarvan er een zestal open gaan. Nou, verder krijgen we nog wat andere fiches en markers die we kunnen gebruiken in een mooie layout. Maar dat is wat we krijgen. Laten we maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit. Ik heb even een voorbeeld opgezet voor 3 spelers. Elke speler kiest een kleur, krijgt de overeenkomstige klankblokjes. Je krijgt je avonturier die je hier op de startpositie legt. En je krijgt je startdeck bestaande uit 10 kaarten. Die schud je en je trekt een hand van 5 kaarten. Dat heb ik voor deze spelers even niet opgelegd. De draak begint op het vakje van het Rage Spoor. Afhankelijk van de hoeveelheid spelers, dus met 3 spelers, begint hij hier. En verder leggen we het bord klaar. De grote vraagtekens, daar komen de grote fiches op en de kleine vraagtekens. De kleine fiches, hier leggen we de Monkey Treasures. En we leggen de verschillende schatten overeenkomstig met de afbeeldingen op de juiste posities. Dan leggen wij hier de algemene markt. Dat is 1 goblin. Dat zijn alle Mercenary, Explore en Secret Tome kaarten. Dan schudden we de resterende kaarten en daarvan leggen we er 6 open. En in deze zak doen we de zwarte klankblokjes. Alle 24 gaan in deze zak en die zorgen ervoor dat we niet gelijk vreselijk veel ellende op ons bord krijgen. Tenminste, die verminderen de kans. Het doel van het spel is om zoveel mogelijk punten te verzamelen. Dat doe je door met je avontuur af te dalen naar de dieptes, een artefact te pakken en weer naar boven te komen. Je mag maar 1 artefact meezeulen, dus ja, de goedkopere liggen natuurlijk wat op aantrekkelijkere posities en de duurdere wat dieper. Maar je gaat dus een artefact pakken, weer terug naar boven komen en dan het liefst wil je ook nog een keer de uitgang halen, want dan krijg je nog 20 extra punten. Uiteindelijk, zodra het spel voorbij is, en dat gaat gebeuren zodra de eerste speler uit de dungeon komt, of als een speler knocked out wordt, dus als een leventjes kwijtraakt, dan gaat hij naar dit spoor hier. Zodra hij elke keer als hij aan de beurt is, doet hij niks anders dan een stapje verzetten en blokjes trekken. En zodra hij hier komt, is het spel sowieso voorbij. Iedereen die dan nog in de dungeon zit, die wordt knocked out. En dan ga je punten tellen. En je mag alleen maar punten tellen als je tenminste uit de dieptes bent gekomen. Dus hier in het kasteel bevindt. Als je er helemaal uit bent, mooi meegenomen. Maar als je in ieder geval boven de grond bent, dan gaan in ieder geval de dorpelingen jou nog redden. En mag je sowieso je punten gaan scoren. Dus dat is wat je wil doen. Laten we maar eens gaan kijken hoe we dat bewerkstelligen. Wij is willekeurig een startspeler aan en die speler moet 3 klankblokjes hier op het klankveld leggen. En dan met de klok mee leggen de andere spelers respectievelijk 2, 1 en als je met 4 speelt de 4e 0 blokjes op het veld.
De startspeler begint, die trekt 5 kaarten en die gaat alle 5 de kaarten spelen. Je speelt altijd alle kaarten uit jouw hand. En op die kaarten daar staan eigenlijk 3 soorten resources die je kunt gaan gebruiken. En eventuele effecten. Ik heb toevallig in mijn beginhand de 2 keer stumble, waarop staat dat ik +1 clank moet plaatsen in het clankveld voor elke stumble. Dus die leg ik er dan maar gelijk bij. Je hebt de boots, die gebruik je om te verplaatsen. De zwaarden, die gebruik je om monsters aan te vallen die in de dungeonrij liggen. Of de goblin die er altijd ligt. Er liggen altijd overal alweer goblins. En als laatste heb je de skill, de blauwe symbolen. En dat is eigenlijk het geld waarmee je nieuwe kaarten gaat kopen. Laten we eerst eens gaan kijken naar het verplaatsen. Ik heb 2 voetjes, dus ik heb 2 verplaatsingspunten. Nou, we beginnen allemaal hier bovenaan bij de vlag. En elke kamer kost je 1 voetje om naartoe te lopen. Nou, we hadden er 2, dus ik kan 1-2 stapjes lopen. Nou, je ziet dat er bepaalde pijlen zijn met een verbindingen met een pijl. Dat betekent dat ik alleen maar vanaf deze kamer daar naartoe kan lopen. Ik kan niet tegen de richting van de pijl ingaan. Sommige verbindingen tonen ons symbolen. Staan er 2 voetjes, betekent dat je 2 boots nodig hebt om hier doorheen te gaan. Normaal gesproken is het 1 boot, 1 stapje. En nu moet ik 2 boots afleggen om 1 stapje te doen. Er zijn verbindingen met een slotje. Dan moet je eerst een sleutel hebben. Die kun je kopen in de market. Die zit net hieronder. En verder hebben wij hier en daar wat vijanden die we tegenkomen. Als je over een verbinding heen beweegt met een vijand, dan neem je onmiddellijk 1 verwonding. Tenzij je daarvoor een zwaard spendeert per vijand. En dan hoef je geen verwonding te nemen. Het laatste wat jullie zien zijn deze bijzondere kristallen caves. Daar kun je wel in bewegen, maar niet doorheen. Dat betekent gewoon effectief, als je daar naartoe beweegt, als je nog schoentjes over hebt, heb je niks aan. Want je mag niet doorlopen. Je eindigt daar je verplaatsing en de volgende keer dat je aan de beurt bent, dan kun je weer verder gaan bewegen. Dus een soort verplichte stop. Posities. Beweeg je naar een locatie waar een marker ligt, dan mag je die oppakken. Je mag per locatie 1 marker grijpen. Wat ik al zei, ons doel is om uiteindelijk van deze artefacten te pakken. Daar mag je er altijd maar 1 van hebben. Het tweede wat we hebben zijn de zwaardjes. Daarmee kunnen we monsters gaan aanvallen als die er liggen. Monsters bevinden zich over het algemeen ofwel in de markt en er liggen altijd goblins om te verslaan. Nou, je ziet hoeveel zwaardjes je nodig hebt om deze goblin te verslaan of deze overlord. En als je een monster verslaat, dan staat daarop wat de bonus is die je krijgt als je hem verslaat. Als je hem verslaat, krijg je in dit geval 2 kaarten. Mag je 2 kaarten trekken. Verder heeft dit monster nog iets extra's. Die heeft een arrive ability. Dat wil zeggen op het moment dat je deze kaart open neerlegt in de markt, dan arriveert hij. Dan moet iedereen 1 extra clank in het clankvak leggen. Dus dat is wat de monsters doen. En sommige monsters geven goud en andere geven weer andere leuke dingen. Maar dat is wat je met je zwaardjes kan doen. En tot slot heb je natuurlijk jouw skillpunten. De punten in het blauw. En die gebruik je om nieuwe kaarten te kopen. Als je kaarten koopt, gaan die naar jouw aflegstapel. En jullie zien hier onderaan een klein blauw vlaggetje. En die geven gewoon aan wat de prijs is van zo'n kaart. Ik heb 4 skill. Dus ik kan iets kopen voor 4 of meerdere items als ik 2x2 koop bijvoorbeeld. Nou ja, die items geven mij weer nieuwe bonussen. Die staan hierop vermeld of die staan hier omschreven. Sommige hebben een acquire bonus. Dat wil zeggen op het moment dat je hem koopt, krijg je de kleine bonus. Dus dat is eenmalig. Je ziet ook een verschil tussen de blauwe kaarten en paarse kaarten. Paarse kaarten, dat zijn de devices. Het verschil tussen deze 2 is als ik deze kaart zou kopen, dan gaat die naar mijn aflegstapel. Dus die gaat in mijn deck en die kan ik dus elke keer weer trekken als ik opnieuw kaarten mag pakken. Een device, een paarse kaart, dat is een gebruikskaart. Dus ik betaal 3, dan mag ik 2 stapjes lopen. En daarna gaat deze kaart gewoon naar de aflegstapel van het hoofddeck. Dus die gaat niet naar mij toe. Dus die kun je eenmalig gebruiken. Nou, zo hebben de kaarten natuurlijk verschillende statistieken en eigenschappen. En word je aan de ene kant beperkt door het geld wat je hebt. En aan de andere kant ga je natuurlijk op zoek naar leuke combinaties. Zodat jouw deck steeds sneller en sterker wordt. Maar ik heb 4 koopkracht. Dus ik mag 1 kaart kopen van 4 of 2 kaarten van 2. Ik kies ervoor om deze knakker te kopen. Die kost 1. En deze speer die kost mij 3.
Nou, dan heb ik gelijk één speer. Nou, daar heb ik op dit moment niks aan, dus dat is jammer. Dan gaan alle kaarten die ik gekocht heb, gaan natuurlijk gelijk in mijn aflegstapel. Alle kaarten die ik gespeeld heb, gaan ook in mijn aflegstapel. En ik pak weer een nieuwe hand van 5 kaarten. Als je niet genoeg kaarten in je trekstapel hebt liggen, dan pak je je aflegstapel, die schud je, die vormt dan vervolgens jouw nieuwe trekstapel. En daar vul je hand mee aan, zodat je weer 5 kaarten hebt. En zo krijg je dus de kaarten die je nieuw gekocht hebt in jouw deck. Naast dat je die 3 resources gebruikt, mag je ook nog naar de markt gaan. Als je op een van deze 4 marktvakjes staat, mag je in deze fase 7 geld spenderen om een van deze items te kopen. Een kroon voor punten. Je hebt deze bags. Als je een bag hebt, mag je een extra artefact meenemen. Normaal mag je maar 1 artefact bij je hebben, met een bag een tweede. En tot slot heb je hier ook nog sleutels kun je kopen. En die zorgen ervoor dat je door passages mag lopen waar zo'n slotje op zit. Maar daarvoor moet je op een van de 4 marktvakjes staan. Nadat je je actie hebt gedaan, komen er nog 3 stapjes. De derde stap is de mark. Daarin ga je de markt weer aanvullen. Je zorgt ervoor dat er altijd 6 kaarten liggen. Je gaat dus gewoon weer kaarten opendraaien, net zolang tot er weer 6 kaarten liggen. En ik ga even zorgen dat ik een kaart draai met erop een draak afgebeeld. Dan gaat de draak aanvallen. Hoe gaat dat in zijn werk? Als eerste pak je alle klankblokjes die hier op het klankveld liggen. Die voeg je toe aan de zwarte blokjes in deze zak. En dan ga je een aantal klank eruit pakken, gelijk aan de huidige rage waarde van de draak. Nou, hij staat op dit moment hier. Dat is dus 2 blokjes. Even kijken of er nog kaarten zijn in de markt die extra blokjes dwingen om te pakken. Nee, is niet zo. Nou, dan ga je dus blindelings 2 steentjes pakken. En als dat gekleurde blokjes zijn, dan komen die terecht op de levensbalken van de respectievelijke spelers. En mocht je daarbij het laatste blokje plaatsen, op het laatste vakje, dan is de speler knocked out. En dan gaat hij dus, als het de eerste is, gaat hij naar dit spoor en anders gaat hij gewoon aan de kant. En word je knocked out in de depths, ja, dan krijg je ook geen score en lig je effectief qua punten uit het spel. Het kan ook zijn dat je zwarte blokjes pakt. Als je dat doet, dan leg je die gewoon weg en wordt de kans dat je vervolgens andere kleuren gaat trekken steeds groter. Maar in het begin zitten natuurlijk gewoon 24 zwarte blokjes in en gaandeweg worden dat er steeds minder. Dat is de derde stap. De vierde stap is de getaway. Daarin gaan we gewoon kijken hoe het met de gezondheid van de avonturiers gesteld is. Of ze knocked out zijn of niet en of ze al naar boven zijn gekomen of nog in de depth zijn. En de laatste stap is the end of the line. En dat wil gewoon inhouden zodra de eerste speler knocked out wordt of zodra de eerste speler met een artefact weer naar buiten gaat, dan komt hij dus op dit spoor en telkens wanneer die speler aan de beurt is, gaat hij 1 stapje naar voren. Dat veroorzaakt dat de draak een aanval doet. Je moet een aantal blokjes trekken aan, gelijk aan het huidige level, plus de bonusblokjes die afgebeeld staan bij het vakje. Dus dat worden er ook steeds meer. Nou, daar krijg je dus verwondingen voor. En als die uiteindelijk hier komt, dan gaat iedereen die er niet uit is, die wordt knocked out. En die krijgt dus in ieder geval deze bonus niet. Wanneer gaat de rage van de draak omhoog? Elke keer als een speler een artefact pakt, gaat de rage van de draak 1 stapje omhoog. Verder zitten er bij deze kleine secrets ook nog drakeneieren. Als je een drakenei oppakt, dan wordt de draak ook wat zagrijnig en ook dan gaat zijn rage omhoog. Maar op die manier gaan we dus onze kaarten gebruiken, afdalen, een artefact pakken, meer geld en punten verzamelen en proberen we weer naar buiten te komen. En zodra iedereen naar buiten is of knocked out, gaan we de eindscore bepalen. Daarbij ga je kijken naar de groene waardes op alle fiches die je verzameld hebt. Je hebt hier artefactjes van variërend van 5 tot en met 30 punten. Je hebt nog andere fiches met punten, die groene getallen tel je er allemaal uit, bij elkaar op. Als je de dungeon uit bent gerend met een artefact, krijg je een bonus van 20 punten. En sommige kaarten zijn ook nog eens een keer punten waard. Nou, tot slot hebben we het geld. Elke munt, elke gouden munt is ook een punt waard. Dat tel je allemaal bij elkaar op en degene met de meeste punten wordt de winnaar van Clank. En zo wordt het spel gespeeld.
Wat ik leuk vind aan Clank is de combinatie van de deckbuilder met de dungeon crawl, het avonturier. Aan de ene kant zijn de klassieke deckbuilding elementen hier weer terug te vinden. Je hebt verschillende grondstoffen waarmee je kaarten kan kopen en je bent op zoek naar combinaties. Een kleine engine maken waardoor je steeds sneller kaarten gaat trekken of steeds meer productie hebt, zodat je uiteindelijk de beste items naar je toe kan trekken, het snelst kan bewegen en de zwaarste monsters een klap kan geven. Maar het is leuk, je moet in dit spel wel een beetje middelen. Want je hebt aan de ene kant skill nodig om kaarten te kopen. Je hebt voetjes nodig om door die dungeon te bewegen. En hier en daar een zwaardje is ook wel lekker om eens een monster een tik te geven. Of om onderweg wat monsters van je af te houden. Want telkens wanneer een monster je raakt, gaat er weer zo'n kubus naar je leventjesspoor. En ja, doodgaan is iets wat je liever niet wil. En als je er zelf blokjes op legt, gecombineerd met de kans dat jouw blokjes uit het zakje worden getrokken omdat je te veel herrie maakt, ja, dat wil je liever niet. En dat gekoppeld aan het feit dat je door zo'n dungeon heen gaat rennen met z'n allen en toch allemaal weer een andere route kiest, is super leuk gedaan. En ook in die dungeon zijn heel veel opties. Welke route ga je nemen? Welk artefact heb je je zin opgezet? En daarbij hou er rekening mee als iemand eruit geknald wordt of als iemand heel snel een lichtig artefact pakt en weer terugholt. Zodra de eerste speler uit de dungeon vliegt, hebben de rest van de spelers nog 4 beurten de tijd en dan is het voorbij. Dus dan moet je als een gek of punten sprokkelen of ook naar buiten gaan rennen. Hoe je het ook went of keert, je tijd wordt dan zeer beperkt. En dat alles zorgt er ook voor dat het spel soepel en vlot doorgaat. Het artwork en de stijl van het spel zijn fraai gedaan. Mooie plaatjes op de kaarten. En wat mij heel erg trekt aan dit spel zijn de combinaties waar je naar op zoek gaat. Aan de ene kant het bouwen van je deck. Maar aan de andere kant van joh, wat kan ik met mijn deck bereiken? Wil ik graag naar de markt om daar nog wat aantrekkelijke items te halen? Een extra zak zodat ik nog een artefact kan meezeulen? Of wil ik juist daar langs rennen en de diepte ingaan om het duurste artefact te pakken en dan als een gek weer naar boven met bewapend tot aan de tanden met speren en zwaarden, zodat ik in ieder geval onderweg alle monsters die ik tegenkom kan uitschakelen en de monsters in de markt ook meepak en daar mijn bonus uit krijg. Je kunt nooit alles hebben, dus je zult keuzes moeten maken. En dat is wat dit spel super leuk doet. En dat combineert het met een fysiek bord waarover je heen en weer aan het rennen bent. Dus een erg goede combinatie. Ik heb dit soort mechanismen zoals eerder toegepast zien op een veel minder aantrekkelijke manier. Maar hier is de combinatie van een deckbuilder samen met een speelbord waar je overheen loopt erg leuk gedaan. En soms zit je gewoon in lastige posities. Heb je 2 voetjes nodig om een stapje verder te gaan? Of zit je door die kristallen grotten te rennen? Waarbij je dus elke beurt weer daar eindigt en dan gaat het super langzaam. Ja, dat zijn allemaal keuzes waar je mee moet spelen. En die elementen bij elkaar maken Clank in mijn optiek tot een zeer vermakelijke deckbuilder / dungeon crawler. Die beide elementen goed heeft weten weer te geven. Die een leuk gevoel van echt het op zoek naar schatten gaan en toch ook op tijd weer naar buiten rennen. En dat alles in een aantrekkelijk jasje wat je makkelijk kan spelen in een uurtje tijd. Dus dat alles bij elkaar maakt Clank gewoon tot een uitermate sterk spel, zeker in het segment waar het zit. En vandaar ook dat het voor mij 4 sterren heeft. Spellenzolder.